Ik fietste gisteren door de Middelpolder en ik kwam over de machineweg en plotseling zag ik alle bomen weg, helemaal kaal. Waarom? Ja, ten eerste ben ik blij dat u daar fietst, want dat is nou precies de bedoeling van die polder, dat die ook recreatief gebruikt wordt. De bomen daar zijn weggegaan, en ik zeg helaas, omdat ze de dijk aan het verzwakken waren. Het is een veendijk en de bomen daarop, die onttrekken water aan die dijk. Mede door de droogte, bijvoorbeeld van de afgelopen zomer, is die dijk wat, begint de grond te zakken. En dan moet je dus helaas die bomen weghalen. Wij laten ze liever staan. Een boom laten staan is mooier en goedkoper dan omzagen. En was iedereen het ermee eens daar in de polder? Nou, direct aanwonenden zijn er niet. Ja, er is wel overlegd, maar dat doen we dan altijd, met het Groengebied Amsterdam, met de Beschermers Amsterdam, dat soort organisaties. En iedereen ziet het belang ervan in, maar het blijft jammer. En wordt er nog herplant? Nee, in principe niet. Misschien dat we daar nog een andere oplossing voor vinden. Maar die wateronttrekking aan die dijk blijft. Ja. En ja, dat zakken wil je voorkomen. Het is overigens typisch voor veengrond, bepaald soort veengrond. Bijvoorbeeld Thijssenpark hebben we hetzelfde. Na een lange droge zomer is daar een veensoort die zich niet herstelt, dus niet weer omhoog komt. En op een gegeven moment moet je dat gewoon weer ophogen.